Ja, lieve vrienden, ik sta even buiten. Want ik wou eventjes ontroeren, maar ik weet niet. Ik zal het jullie laten zien. Even een moment. Er komt daar een donkere lucht aan, veilig van hier tot yesterday. Ja, zien jullie dat? Van over de zee, deze kant op. Dat het begint dicht te trekken. En nou is dus afwachten, wat gaan we krijgen? Want ik zal even het weer in de gaten houden. Anders wordt het thuis blijven. Ja, ik ga helaas niks aan doen. Nee. Maar dat komt goed. Komt allemaal goed. Ja, ik ga weer naar binnen. Ik ben ook bezig met een video van gisteren. Die staat nog net op mijn pc. En die ga ik eventjes in de videopad doen. Dan ga ik me toch eerst mee bezig houden. En nou is mijn bril ook donker, maar dat komt omdat ik buiten ben geweest. Meekleuren de glazen. Yeah. Ik ga gewoon nog lekker een bakje koffie maken en ik ga ermee bezig. En dan merken we wel wat we krijgen. En anders kan ik altijd nog wel aan het eind van de dag eventjes goed doen. En zover ik weet, Chrissy, dus ja, het is even allemaal afwachten. Die zou ook nog even weer komen. Dus we zullen zien wat de dag ons brengen gaat. En ik heb een gigantische fout uitgehaald van 25 september. Maar dat zal ik onder de vlog wel erbij zetten. Want ik heb gezegd, een jaar en 8 maanden dat mijn man weg is. Nee, hij is een jaar en 7 maanden weg. Dus het scheelt een maand. Dus een correctie van mij. Ja, maar dat komt goed. En ik zal het er ook bij schrijven, een foutje. Ja. Dat kan je zo hebben. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Hey schat, was je er alweer? Hey, lieve kijkbuiskinderen. Hoe is het? Ja, lekker hoor. Dan moet de klit hier omhoog krijgen. En dat wil niet iedere keer. Wat een rotting, hè? Gewoon lekker druk. Lekker druk. Maar lekker genieten. En nou ben ik gewoon lekker bij mijn vriendinnetje. Ja. En we gaan zo meteen lekker samen eten. Heerlijk, saampjes met z'n tweeën. Dat dacht ik wel, hè? Ja. Ja, maar in ieder geval, zij zegt, hoe zeg je dat? Dinnetje? Dinnetje. Een dinnetje, nou ik zeg mijn surrogaat zusje. Mag dat ook? Vind ik wel beter dan dat dinnetje. Wat is een dinnetje? Een vriendin. Oh, een vriendin. Surrogaat zusje. Ik doe gewoon een dinnetje. Een dinnetje, nou je mag ook. Maar oké, ja, het gaat allemaal wat dat er gaat voortreffelijk. Enkel, ja, ik was druk bezig dat ze kwam en ik moest naar de wc. En ik wist niet dat ze binnenkwam, niet. Ik wist niet eens dat ze kwam. Ja, ik wist wel dat ze kwam. Maar niet wanneer. Niet hoe laat. En ik ging naar de wc en ik zat op de wc. En toen hoor ik er ineens. Ja, kan gebeuren. Ja, zomaar, hè? Zomaar ineens, ja. Dus ja, we gaan zometeen lekker genieten. Doen we al. Toch? Doe niet anders. Ja, en met Jol, als je dit mocht zien, er zijn tomaten. Ja, er zijn weer tomaten. Ja, ik zal het jullie ook laten zien. Ja, ja, lekker tomaatjes. Uit kijk. Eigen tuin. Ja, ja, uit de moestuin. Dus Mitchell, je kan komen. En zelf schoonmaken. En dan Kees weer opeten. Dus ja, wij zeggen dan saampjes. Doei doei! Ja, goedemorgen lieve vrienden. Het is hier hartstikke laat. Ik heb bewust het grote licht niet aangedaan op mijn kamer. Want daar is het mij te fel voor om deze tijd. Het is 2:39 in de ochtend.
Ja, ik ben mijn computer even aan het schoonmaken, want ik liep weer zo lekker traag. Zal die ook voorlopig nog wel even blijven doen. Dan ben je aan een nieuwe pc toe. Ja, dat kost een hoop centjes. Een hoop eurotjes, ja. Dat, we gaan lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag waar ik van genieten mag. Althans, Astrid die komt. Maar ik moet ook naar de dokter. Geen leuk uitzicht. Nee, ik krijg weer een injectie in mijn knie. Dat vind ik nooit zo prettig. Nee. Maar ja, wat moet, dat moet. En dan ben ik er ook voorlopig weer een tijdje ervan af. Ja. Dus ik wens jullie allen wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Thank you.